Hallo James. Hallo Bond. Wist je dat het ook mogelijk is om een call te openen via de Kodak Portal? Als je wil, kunnen we samen een kijkje nemen op partnerplace.kodak.com en dan toon ik jou graag hoe het moet. Heb je al een account? Nee, niet dat ik weet. Geen probleem. We kunnen er één aanvragen in een paar muisklikken. Laat het ons samen proberen. Klik gewoon op Request an Account onderaan de pagina en geef jouw e-mailadres in. Dan, op de volgende pagina, kan je jouw naam, familienaam en bedrijfsgegevens invullen. Vergeet ook niet de taal aan te duiden en alle velden met een rood sterretje in te vullen. Wat moet ik hier invullen? Tenzij je een Kodak-verkoper of verdeler bent, kies je hier voor de optie Customer en kies je voor de functie die het best past bij de jouwe. In geval van twijfel kan je gewoon één van de opties kiezen en er een kleine nota aan toevoegen om jouw keuze eventueel toe te lichten. Druk dan op Bevestigen en klaar. En nu? Kan ik nu onmiddellijk een call openen door gewoon in te loggen op partnerplace.kodak.com? Binnen een paar dagen zal je een e-mail ontvangen met de bevestiging van jouw account. En dan kan je effectief online calls beginnen openen via Partnerplace. Hoezo? Kan ik niet onmiddellijk beginnen? Spijtig genoeg niet, want jouw account moet eerst voorbereid worden en alle informatie betreffende jullie machines en de daaraan gelinkte contracten moeten hierin opgenomen worden, zodat wanneer je online een call wil openen, je eenvoudig kan kiezen uit de lijst van Kodak-apparatuur die jullie ter beschikking hebben. En geen paniek, deze account moeten ze maar één keer voorbereiden en dan is deze voor altijd voor jou ter beschikking. Dankjewel, Pont. Dit was al even spannend als mijn laatste avontuur in Rusland. Ik kan niet wachten om ermee aan de slag te gaan.